Wanneer je binnen Vectorworks in een 3D-omgeving aan het werken bent, kan je aan de hand van het NURBS-curvengereedschap vrije vormcurven tekenen. NURBS-curven gebruiken een wiskundige formule om de curven te berekenen, waardoor het gemakkelijker is om met complexere vormen te werken. Om het gereedschap te gebruiken, selecteer je het uit de 3D-modelleerset. Zodra het is geselecteerd, zie je dat er zich twee gereedschapsopties en een instellingenknop in de methodebalk bevinden. Zorg er eerst voor dat je een graadwaarde instelt voor de NURBS-curve die je gaat tekenen. Deze waarde is namelijk van invloed op het aantal controlepunten dat in de curve zal gemaakt worden. Hoe hoger de waarde, hoe groter het aantal controlepunten. Deze punten geven je meer controle over kleinere segmenten. Stel de waarde in op 1 om een NURBS-curve te maken met lineaire of rechte segmenten. Wanneer er geen grijppunten worden gebruikt bij het tekenen van de curve, wordt deze getekend op het actieve werkvlak. Merk op hoe de NURBS-curve in elk 3D-aanzicht kan worden getekend. Zo kan je bijvoorbeeld beginnen met tekenen in bovenaanzicht en vervolgens overschakelen naar een isometrisch zicht, en dat terwijl je de curve nog steeds aan het tekenen bent. Dit maakt het gemakkelijker om naar 3D-punten in je tekening te grijpen, ongeacht de hoogte. Dit is wat het NURBS-curvegereedschap de mogelijkheid geeft om complexe vormen te creëren. In dit voorbeeld ga ik naar een reeks 3D-locussen grijpen om een complexe curve te maken. Bij het tekenen van een NURBS-curve kan je kiezen uit twee opties, namelijk door middel van controlepunten op de curve of door middel van controlepunten buiten de curve. Tijdens het gebruik van de eerste optie, door middel van controlepunten op de curve, kan je het punt in de 3D-ruimte specifieren waar de NURBS-curve doorheen zal gaan. Klik om het eerste punt van de curve te bepalen. Klik opnieuw om het punt in te stellen waar de curve doorheen zal gaan. En vervolgens kan je zo blijven doorgaan met klikken om meer punten toe te voegen en de curve te verlengen. Dubbelklik om het eindpunt van de curve in te stellen. Om de optie door middel van controlepunten buiten de curve te gebruiken, klik je om het eerste punt van de curve in te stellen. Klik nogmaals om een punt in te stellen dat de curve naar zich toe trekt. Merk op dat de curve het punt niet raakt. Blijf klikken om meer punten toe te voegen totdat je klaar bent. Wederom dubbelklik je om de curve te beëindigen. Wanneer je deze optie gebruikt, kan je een gewichtwaarde toewijzen aan enkele of alle controlepunten van de curve. Wanneer je het gewicht van een van de punten verhoogt, heeft dit meer invloed op de curve. In die zin dat de curve dan meer naar dit punt zal getrokken worden. Het gewicht kan op elk moment worden gewijzigd in het infopalet. Je zal ook een toonrichting aanvink vakje zien in het infopalet. Dit plaatst een pijl op de NURBS-curve die de richting van de curve toont zoals deze is getekend. De richting kan de uitkomst van bepaalde bewerkingen beïnvloeden, vooral wanneer je een oppervlak zou creëren uit een reeks NURBS-curven. Je kan de richting van de curve op elk moment omkeren door op de knop Keerrichting om te klikken. Bovendien kunnen NURBS-curven eenvoudig opnieuw worden hervormd met behulp van het vervormobjectgereedschap. Bekijk de specifieke video over dit gereedschap voor meer informatie over het opnieuw vormgeven van NURBS-curven. Het NURBS-curvegereedschap geeft je de mogelijkheid om elke complexe vorm te maken en om je tekening snel te wijzigen of, indien nodig, aan te passen. NURBS kunnen worden gecombineerd, geknipt, toegevoegd aan, uitgesneden of uitgebreid worden met een hele reeks andere gereedschappen en commando's binnen Vectorworks. Bedankt voor het kijken naar deze video en vergeet niet om eens een kijkje te gaan nemen op onze online Vectorworks University.